Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. En vandaag heb ik weer een kringloopshoplog. En ik heb weer een aantal dingetjes. Ik heb een klein tasje vol. En ik dacht, laat ik deze alvast met jullie gaan delen. Nou, om te beginnen heb ik een... ik moet even mijn kabeltje weghalen, zie ik. Want die hangt in de weg van de oplader. Zo. Om te beginnen heb ik dit kleine bakje. Dat is eigenlijk een laadje, denk ik, geweest. En hier heeft iemand iets op gemaakt. Een stempel of iets. En dat zijn 4 vakjes. En ik dacht, dat kan ik mooi gebruiken om van die kleine dingetjes die ik gemaakt heb om mijn bureau, maar die nog niet af zijn of zo, om dat zo in te zetten. Dus die wil ik dus op mijn bureau gaan neerzetten. Even kijken, de prijs was €1,50. Dus ik denk, ja, deze kan je altijd nog ergens anders ook neerzetten. Dus nou, mijn labeltjes kan ik in ieder geval vast in doen. Verder heb ik dit kleine doosje gekocht. En hier staat op Memories. Deze was ook €1,50. En ik dacht, hier wil ik mijn postzegels in doen. Ik heb zo'n klein postzegel doosje. Die stond altijd hiervoor. Oh, hier staat die nu aan de zijkant. Deze had ik. En hier zitten de postzegels in die ik het meeste gebruik. Maar hier kan ik dus ook een aantal postzegels in doen. En dan kan je ze ook zien, want er zit natuurlijk een glaasje in. En hieronder zit nog een laadje. Dus die was ook €1,50. En ja, die vond ik ook gewoon super leuk om mee te nemen. Voor dit mandje betaalde ik €1,75. En ik dacht dat het mandje vol zat met poëzieplaatjes. Want de bovenste waren poëzieplaatjes. Maar hij zit niet helemaal vol met poëzieplaatjes. Ze zitten er wel in. Maar er zitten ook heel veel van die geknipte plaatjes in. Die alvast uitgeknipt zijn en... ja, voor kaarten om daarmee te maken. En stukjes papier nog. Dat is ook weer. Ook wel gelezige zakjes zie ik heel veel. Maar ook dus uitgeknipte plaatjes. En dat zijn er best veel. Er zit een zakje in met deze leuke, ja, lieve heersbeestjes. En... ik heb een hekel aan plaatjes uitknippen. Kijk, deze ook. Maar hier zit dus alles al uitgeknipt in. Deze niet. Dus een zakje met allerlei verschillende dingetjes. Maar ja, olifantjes, die zijn ook al uitgeknipt. Poesjes. Bloemetjes. Vosje. Dus er zit hier heel veel uitgeknipt in. Ook heel veel niet uitgeknipte. En onderin zitten ook nog een aantal... poëzieplaatjes nog erin. Maar het hele mandje zit dus vol met van die zakjes met, ja, knipsels of dingen. Dus ik dacht, dat vond ik niet zo'n heel duur. Dus ik vond het een mooie prijs. Dus ik nam deze voor €1,75 mee. En dit zijn nog weer lege zakjes. Die zet ik aan de kant. Verder heb ik voor 50 cent had ik deze. En er stond op dat het er 2 in zaten. Maar... dat weet ik dus niet zeker. Nee, zitten er 2 in en er zitten nog wat tussen. Oh, enveloppen en papier waar je op kan schrijven. Dit is eigenlijk dus voor kaarten. Maar deze hebben een structuurtje. Je ziet hem, als het goed is, op de video ook dat het structuur aangeeft. Maar hij voelt ook zo. Het is embossed, zeg maar. Dit zijn emboste kaarten. En dit was 50 cent. En ik vond ze echt... ja, eigenlijk vond ik het iets te duur. Maar ik vond ze zo mooi, dat geemboste. Dat ik dacht, ja, deze wil ik wel meenemen. Hier kan ik dingetjes uitstansen. Ik ga ze dus niet gebruiken als kaart. Ik ga ze echt gebruiken als papier. Dus die voor €3. Eigenlijk een beetje aan de dure kant. Dan koop ik eigenlijk, neem ik niet zo heel vaak iets meer mee van die prijs. Oh, een schaar pakken. Even openknippen. Maar aangezien ik de laatste tijd heel erg bezig ben met die vanilla folders. En mijn vanilla folders bijna een beetje op aan het gaan zijn. Kwam ik deze enveloppen tegen. En dit pak was €3. Nou is het best wel een groot pak. Dus ik heb geen idee hoeveel erin zitten, maar best wel veel. En dit zijn dus A4 enveloppen, maar van de kleur van die vanilla folders. Nou zijn ze iets dunner dan die vuil folders natuurlijk, omdat dit een envelop is. Maar die kleur is hetzelfde. Dus ik dacht, als ik nou
voor, ja, als je de twee op elkaar plakt. Dus ik kan ook zeggen van, ik plak gewoon dit, die envelop gewoon vast, zeg maar. En dan is die wat dikker. En dan kan ik het gewoon gebruiken als hoe ik mijn labels en mijn ja, specimenkaarts en zo maak. Dan kan ik dus hier uithalen. Ook als je die specimenkaarts maakt. Waarbij je de vanilla folder zeg maar vast moet hebben. Zodat je hem dan netjes dicht kan plakken. Dat kan dit bij deze natuurlijk ook. Want deze zit hier al langs die kant vast. Dus je kan dit er af, ja, afsnijden. En dan kan je hem op maat maken. Zo. En dan al die dingetjes eraf snijden, zeg maar. Dus dan kan je de, ja, hier kun je dus ook heel mooi die specimen cards mee maken. Dus vandaar dat ik deze wel mee heb genomen. 3 euro is voor mij wel een beetje aan de prijs, maar ja, ik denk dat ik het toch wel waard vind uiteindelijk. Verder heb ik dit boek gevonden en die zat in het plastic. En dit is een serie 2 en dit is dus Indische cultuur. Maar dit, deze bevat dus allemaal zwart-wit platen en deze, dit zijn twee echte foto's. Dit is ook echt heel dun fotopapier. Die zaten erbij aan de achterkant, maar hierin, dit zijn dus allemaal van die... En hier staat dus ook geen datum in. Ik weet dus niet van wanneer die is. Er staat hier alleen uitgave en er staat dus alleen wie het heeft uitgegeven. En er staat bij serie 2. Maar ik heb dus nog niet opgezocht online van wanneer die is, want dat staat er dus niet bij. Er staat ook hier achter op die foto, of althans op deze, dit is dan zo'n plaat. Alleen inderdaad, wat hier staat, dat staat hier dus ook. Dus er staat geen jaartal. Heb ik nog in ieder geval nog niet kunnen vinden. En er zitten dus hele mooie ja, zwart-wit foto's in. Deze zat namelijk ingesield in folie. En toen heb ik hem toch meegenomen. Deze kostte 4,5 euro. Dus op zich voor zo'n boek valt dat mee qua prijs. Want zulke boeken gaan wel eens voor meer weg. Ik heb er wel eens meer betaald voor zo'n verzamelboek. Maar dit boek is dus echt ja, helemaal mooi nog. En er zaten dus twee echte foto's bij. En ik weet ook niet of ik hier aan de achterkant... Nee. Maar aan de binnenkant kunnen jullie al zien dat dit boek dus echt heel oud is. En... Dit is echt een super gaaf boek. Ik zal nog even kijken of ik kan vinden. Dit is van De Wereld in Beeld. Of ik kan vinden hoe oud dit boek is. Dan staat dat hieronder straks in de omschrijving. Zal ik het er even bij zetten. Maar die. En dan heb ik nog een aantal losse dingetjes. Even de tas op mijn schoot. Ik zal het er even uithalen. Heel veel dingen weet ik ook niet meer wat ik gekocht heb, want ik heb niet alles natuurlijk in één keer gekocht. Zo. Dus het gaat, zoals ik de vorige keer ook al heb gezegd, in een tasje, in de auto. En als het tasje vol is, dan haal ik hem eruit en dan ga ik video maken. Ik heb een stukje kant meegenomen, maar ik weet dus niet meer hoeveel deze gekost heeft. Maar ik vond deze wel heel mooi. Ik heb een soort gelijk stukje als deze gehad, die heb ik... Niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor in de Defemberember gebruikt. Dat is alweer op. Dus ik ben super blij met deze. Verder heb ik een zak met stempels voor €1,50. En mij ging het eigenlijk om de stempels met de cijfers en de letters. Er zitten hier ook stempels bij van Disney figuren. Ja, die hoef ik niet per definitie te hebben. Er zit ook een pons bij van een olifantje. Die vind ik dan wel weer schattig. Die wil ik dan wel weer bewaren. Maar ik denk niet dat ik alle stempels ga bewaren. Dus dat er ook weer een aantal weer weggaan naar het goede doel. Maar die in ieder geval. Verder heb ik een zakje. En hier zitten weer allemaal van die ouderwetse ja, naaispulletjes in. En dit is een naald en die is scheef, zie ik. Hier is nog zo'n toornmesje. Ik weet niet of deze heel sterk is, want ik had er laatst eentje en die was niet zo heel sterk. Laten we eens even kijken. Nou, deze is ook niet heel scherp, maar op
zich kan dat. Kijk, dit is dus een ouderwetse kaart waar dus die naalden in zitten. En dat vind ik dus echt super gaaf. Dus daarvoor neem ik dit eigenlijk altijd mee. En die gaan dan weer in mijn doosje waar ik al dit soort dingen in heb zitten. Nou, er zit ook weer een schaar bij. Dus al de zoveelste schaar die ik uit zo'n setje heb. Ik heb ook al een keer een oranjere schaar, een zwarte schaar. En die scharen die doe ik eigenlijk altijd weg. Maar, althans niet weggooien, maar die geef ik dan weer weg. Maar mij gaat het dus om dit en deze. Want dit is ook echt oud. En dat gaat dan ook in mijn setje erbij. Deze zijn ook echt super oud. Dit zijn drukkertjes. En die hebben er heel veel aan elkaar gezeten. Die kon je dan zo kopen. Dus. En hier weet ik dus niet wat erin zit. Dus ik ga het even kijken. Oh, hier zitten half ronde naalden in. Ja. Dus die had ik dan ook nog in datzelfde setje. Want ik had hier ook nog het een en ander in zitten. En deze zat erin. Oh, en ik heb hier dus nog een naald. Even kijken of ik die nog ergens ertussen kan steken. Zo. Dit gaat dus weer netjes in mijn setje. Want dit, dat ik dat weer kan bewaren. Deze is een beetje half rond, half kapot. Hoe je dat ook noemt. Hij is niet helemaal recht meer, om het zo te zeggen. Maar ja, volgens mij kan je hem nog wel gewoon gebruiken. Dus we bewaren hem gewoon. Zo. Dus dit setje had ik. Dan had ik twee van deze zeefjes meegenomen. Die waren een euro per stuk. En ik heb een jelly plate besteld. En althans, ik ga, had ik op bij de AliExpress besteld. Die werkte niet zoals dat ik hoopte dat die werkte. Maar nou ga ik dus wel een echte bestellen. En toen dacht ik, dan kan ik deze wel mooi mee gebruiken. Want hier kan je verf op doen of krijt. En dan kan je met een tandenborstel zo eroverheen. En dan krijg je van die mooie splatters. Dus deze waren normaal gesproken 2,75 staat erop. En nu heb ik ze dus bij de kringloop voor een euro meegenomen. Nou, ik heb hier nog een heel zakje. En ik weet niet precies wat hierin zit. Maar misschien dat ik hem daarom ook meegenomen had. Dat weet ik dus niet meer zeker. Deze hele zak bij elkaar was 2,50. En kijk, hier zit een. Dit is wat ik ook ga bewaren. Maar dit is dus waarvoor ik het eigenlijk deed. Want ik had al gezien dat dit zo'n mapje was waar je. Ja, zo'n reismapje, zeg maar. Hier zit dan naald in. En ook weer zo'n. Ja, waar je je naald ermee door kan halen. Een heel klein schaartje, wat garen, wat knoopjes. Hoe heet dat? Veiligheidsspelden. Dus alles wat je nodig hebt om als iets stuk is om dat te maken. Hé, hey, deze komt uit mijn woonplaats, Baren. Dus die. Verder zijn dit volgens mij allemaal van dat soort mapjes. Hiat. Ik weet niet of dat nog bestaat, maar. Kijk, hier zit dan ook zo'n setje in. En deze is van Swinkit Management. Ook naald, veiligheidsspeldjes en knoopjes. En deze. Hetzelfde als die we net hadden. Dan heb ik hier nog eentje met een mooie ja, vintage gelige kleur. Daar zit dus ook weer hetzelfde in als wat in al die andere setjes heeft gezeten. Zo, dan deze. Hotel Maastricht. Ik denk dat iemand deze setjes gespaard heeft. Die. Hier nog eentje.
Hier is dit blauw en donkerblauw. Oh, dat zijn denk ik knopen. Dit is er ook één. Hier staat op donkerblauw. Oh, knoopjes. En er zitten er ook een aantal losse in. Hema staat erbij. Deze komt bij de Hema vandaan. En dan nog een aantal losse van die. Hierbij staat blauw. Oh, die zijn ook gaaf. Die komen ook bij de Hema vandaan. Dit zijn dan weer andere. En nog weer hele kleintjes. Hier heb ik een zakje met allerlei kleine knoopjes. En dit zijn ook nog een aantal zakjes met knoopjes. Nou, dat zat dus allemaal in dat zakje. Dat zat hierin. Of nee, hierin. Deze, oh, er zit ook nog een knoop los in. Zo. Oké, en dan had ik nog... Hier zit ook nog wat een en ander in. Voor €1,50 dit drosterblik meegenomen. En twee zakken met knopen, jongens. Waarom? Ik weet het niet. Maar ja, op de een of andere manier kan ik dat niet laten liggen. Ik moet ook echt iets meer met mijn knopen gaan doen. Ik heb al een aantal video's gemaakt met dingen die ik gemaakt heb met knopen. Maar... Ziek idee. Zo, en hier zitten ook weer van die super grote in. En dit zijn gewoon echt... Oh, deze zijn ook gaaf. Die kun je ook nog gebruiken als dingel aan een journal, zeg maar. Ja, die. En nog één. Dit is geen knoop. Oh, jawel, het is wel een knoop. In meerdere kleuren hebben we die ook. In geel en in groen. En dit zijn ook echt super leuke knoopjes. Een elastiekje. Ja. Dus ik heb ook weer twee zakken met knopen voor €1,50 per zakje. Dit is ook een gave. En dat past precies in dit blikje. Nou, deze knoopjes kunnen er ook bij, want dat zijn losse knopen. En deze gaan weer in een aparte doosje. Nou, dan kunnen de papiertjes ook weg. Zo. Nou, dus dit was weer alles wat ik bij de kringloop vandaan heb. Nou, ik hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Zo ja, geef deze video dan even een duim omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ga gestaag richting die 1000. Maar toch wil ik heel graag die 1000 voor het einde van het jaar halen. Dus jongens, alsjeblieft abonneer je. En voor nu zeg ik dan in ieder geval bedankt voor het kijken. En tot een volgende video. Doeg!